We zijn hier voor de deur van P3. Vanavond hebben we een inspraakavond over het hertenkamp in de Bloemenbuurt. Nou, het zal u niet ontgaan zijn, er is al enige tijd discussie. In ieder geval vanuit de gemeente moeten we dit voortzetten en op welke manier. Er was eerst afgesproken om alleen mensen in die directe omgeving te vragen om te komen. Nu is het de hele Bloemenbuurt en natuurlijk ook allerlei andere Purmerenders. Er wordt toch een hele grote opkomst verwacht vanavond, dus daar zijn we benieuwd naar. Wat staat er op het programma? De gemeente gaat eerst uitleggen wat hun bedoeling is. Nou, dat komt erop neer. We moeten het parkje opknappen. Dat kost een bepaald bedrag. Maar dat is niet het grootste probleem. Het probleem is van wie gaat dat in de toekomst beheren. Het is nu beheerd door mensen die bij de Prinsenstichting werken. Die onderhouden dat parkje en ook de beesten. Daarnaast zijn er een aantal vrijwilligers die er aan meewerken. En de gemeente vindt dat een te smalle basis. Dus aan de mensen die hier vanavond komen wordt voorgelegd. Als we het opknappen, hoe hebben we dan enige garantie dat we in de toekomst dat parkje gewoon met z'n allen kunnen beheren? Want als gemeente zelf willen wij dat niet doen. Dus we gaan vanavond zien hoe dat loopt. Vanavond is echt de bedoeling om met u te kijken van hey, wat is het belang voor de buurt, maar ook voor de omgeving, dan wel wij van het hertenkamp. Goedenavond, Wardenaar. De meesten kennen me wel. Ik heb 25 jaar het hertenkamp beheerd, vanaf 1983 tot 2008. En daar is eigenlijk, op dat ik ermee begon, met een groep van 5-6 vrijwilligers, hetzelfde gebeurt als nu. Men wist niet waar we aan toe was, wat er moest mee gebeuren. Daar zouden we altijd nog eens een keer praten aan van te komen, uitleggen. 25 jaar, nooit gebeurd. Het heeft een gigantische invloed op de buurt, voor de kinderen en voor de bejaarden. Oma's, opa's die in komen en komen kijken en uit heel Purmerend, uit de Weidevennen. Dus daar hoef je niet over stil te zitten. Jij zegt over groot onderhoud, je financiën. Ik ben begonnen met een budget van 6.000 euro. In 83 is er 60.000 euro op bezuinigd. Ik kreeg het niet in mijn handen, die 6.000 euro. Aan Breedbaard en Jan de Vries gingen daarover. Er werd alleen het hooi en stro van betaald. En voor de rest groot onderhoud voor de gemeente. Dus 25 jaar 60.000 gulden om je 1,5 miljoen. Wat we uitgespaard hebben door vrijwilligers. Een aantal jaren geleden, Leo heeft het al geschetst, is er door de gemeente een besluit genomen dat er bezuinigd moet worden. En dat heeft te maken gehad met een bezuiniging op het hertenkamp. Daardoor is er geld weggehaald voor onderhoud en beheer bij het hertenkamp. Dat heb ik net al gezegd, dat is eigenlijk verdwenen. Doordat we toch het geluk hadden dat Leo het 25 jaar heeft gedaan, de vrijwilligers nu, in de laatste instantie de Prinsenstichting, had de Prinsenstichting daar niet gezeten nu met cliënten, had het al heel dubieus geweest dat het er al nog had geweest. Dus we zijn heel blij dat de Prinsenstichting nu die dagbesteding heeft, zodat we overdag ook de bezetting daar hebben. Het is puur een bezuiniging geweest. Zo simpel is het en zo eerlijk zijn we ook om dat gewoon te zeggen. Alleen we constateren nu naar de toekomst toe dat de mensen bij ons in het college hebben gezegd, ga terug naar de bewoners, kijk wat de draagvlak is. Is het belang groot, willen wij kijken of er mogelijkheden bestaan om een eenmalige investering te doen in groot onderhoud. Dat we in ieder geval de 10, 15 jaar door kunnen met het hertenkamp. Maar het beheer en onderhoud zelf doen als gemeente, daar hebben we geen geld voor. Het is een eenmalige investering. Ja, nou, ik heb het idee om een stichting op te richten. En die stichting zou dus een rol kunnen spelen bij de toekomst van het hertenkamp. Om die te behouden voor de buurt en voor Purmerend. Nou, ik denk dat die stichting in eerste instantie bedoeld is om alle initiatieven en energie die we vanavond hier gezien hebben, om die te bundelen. En om een spreekbuis te worden voor onder andere de gemeente. Ook voor ondernemers, de politiek en misschien ook nog wel fondsen in het land. Om ervoor te zorgen dat er een soort van solide basis is. En vanuit die stichting, dan kunnen de mensen die nu bijvoorbeeld ook wat onderhoud doen en de dieren voederen, dat gewoon blijven doen. Alleen je kunt daarnaast bouwen aan, laten we zeggen, een steviger basis voor de toekomst. En dat is volgens mij wat de gemeente zoekt. Ik loop zelfs dagelijks langs de hertenkamp. Mijn kinderen zitten op school op de Willem Egert. En je ziet gewoon dat het kamp zeg maar achteruit gaat. Heel vochtig, heel nat. De opstallen die achteruit gaan. En er moet gewoon geïnvesteerd worden naar de toekomst toe. Wil je dat hertenkamp weer netjes en leuk en fijn voor de buurt houden. En ook voor de dieren, dierenwelzijn. En dat wil de gemeente op zich wel doen.
Daar ben ik van overtuigd. Maar ze willen de zekerheid hebben dan dat er vervolgens wel een soort structuur achter zit die ervoor zorgt dat dat wat dan is opgebouwd weer opnieuw, dat dat ook behouden blijft. En daar hebben ze volgens mij momenteel, laten we zeggen, ze vinden de basis momenteel te wankel daarvoor. Er is nu een groep die als het ware de week door dekt. Ik kan me voorstellen dat het prettig is als er nog een poeltje achter zit. Maar ik kan me ook voorstellen dat het prettig is als je zeg maar, vanuit die stichting samenwerksverbanden zoekt. Met bijvoorbeeld een Clusius College, met de school die ernaast zit. Met ondernemers die misschien iets willen doneren, willen sponsoren. Je kunt externe fondsen aan gaan schrijven. Dus het gaat er meer om dat je gewoon de baas ook financieel steviger maakt. En dat je ook beter voor die dieren kunt zorgen misschien. Dat er een dierenarts te vinden valt die beesten wil onderzoeken als je ziek is. Dat zijn dingen die nu echt slecht geregeld zijn. Dus die stichting die moet eigenlijk het budget beheren om dat parkje te runnen? Ja, dat is denk ik een van de belangrijkste taken. En om ervoor te zorgen dat het budget ook op peil blijft of misschien groter wordt. Wat is de indruk van die avond? Van deze avond? Dat er heel veel energie is om dat hertenkamp overeind te houden. En dat er ook heel veel mensen zijn die daar nog hun energie aan willen besteden. Bedankt voor het gesprek. Graag gedaan. Aaron, op welke school zit je? De Willem Weggert school. En waarom is het hertenkamp zo belangrijk? Nou, wij hadden dus een nieuw meisje net in de klas. En die vertelde ook, we hadden allemaal brieven gemaakt. Maar dat het hertenkamp niet weg was. En die vertelde dus ook daarin, ik zit net op deze school. En het eerste wat ik zag is het hertenkamp. Dus eigenlijk, hij hoort gewoon bij deze buurt. En vroeger toen ik klein was, bracht ik ook altijd alle schilletjes naar de hertenkamp. En dus ja, iedereen is ermee opgegroeid. En ja, hij kan niet weg. Nou werd er gezegd van de gemeente wil misschien wel het hertenkamp opknappen en dan mag het blijven. Maar dan zegt de burgemeester, maar dan moeten de mensen de rest wel zelf gaan doen. Wat vind je daarvan? Ja, de mensen het zelf doen, ja. Ze kunnen niet hele dure mensen gaan inhuren en mensen die iets kunnen doen en iets voor willen doen, vind ik eigenlijk heel goed. Wat zou de school kunnen doen? De school zou kunnen helpen, kunnen voeren. Als we één keer de uitleg krijgen, dan snappen we dat wel. En dus de school kan altijd dingen doen. We kunnen erop letten. Wat zou jij zelf willen doen zonder de school? Zou je de poep op willen ruimen? Nee. Wat zou je dat? Moeten grotere kinderen doen? Ja. Maar ik wil dat later ook niet als beroep doen, dus. Denken jullie ook aan acties om geld bij elkaar te verzamelen om te zorgen dat het kan blijven bestaan? Nou, we hebben daar op zich nog niet aan gedacht, maar ik denk wel na dit allemaal dat we daar wel een sponsorloop of zo voor gaan doen. En daar wil ik ook wel iets voor regelen. Nou ja. Je had ook nog heel wat belangrijks over een lied, hè, wat niet meer zou kloppen. Wat was dat? Het Willem Weggert lied en daar hoor je dus ook zijn stukje ook over het hertenkamp. Dus dat de leukste school van Burbanet en dan krijg je ook van het hertenkamp. En daardoor, als het hertenkamp dus weggaat, kunnen we dat lied ook niet meer doen. Dan moet er weer een heel nieuw lied komen en we kennen dat lied allemaal al. Dus voor het lied moet het eigenlijk al blijven? Ja, en gewoon voor de toekomst van de kinderen. Dat als ik later groot ben, dat ik ook met mijn kinderen de hertjes eten kan geven. De bedoeling van deze avond was, we maken ons zorgen over de toekomst van het hertenkamp. Er zijn nu vrijwilligers die eraan meewerken om te zorgen dat de dieren gevoerd worden, dat het schoon wordt gemaakt. Er zijn door de week mensen van de Prinsenstichting. Maar we maken ons zorgen of die basis wel voldoende sterk is. En dat is ook de reden dat we hebben gevraagd aan de buurt, wat vinden jullie belangrijk? Vinden jullie dit hertenkamp belangrijk? En zo ja. Kunnen jullie ook een bijdrage leveren om te zorgen dat dit hertenkamp ook in de toekomst blijft bestaan? En zo nee, zijn er dan ideeën over alternatieven? Nou, het is wel duidelijk vanavond. Iedereen is het erover eens dat het hertenkamp van betekenis is. En we hebben daar dus over gediscussieerd. Mensen kwamen hier naartoe met het idee, het gaat weg. Maar dat was eigenlijk niet de insteek. Nee, dat was niet de insteek. Zo'n verhaal is dan de ronde gaan doen. Maar als gemeente hebben we die insteek nooit gehad. Dat hebben we ook nooit gezegd. We hebben wel de vraag gesteld, vinden jullie het van belang dat het hertenkamp blijft bestaan? We hebben ook nooit het idee gehad dat we het gingen verkopen. We hebben ook nooit het idee gehad dat daar bebouwing zou komen. Maar ja, dat wordt ingevuld door mensen die ervan uitgaan dat dat al besloten is. Terwijl dat echt niet waar is. En dat heb ik vanavond ook nog duidelijk kunnen maken. Nou, wat leuk was, is dat er een idee naar voren kwam om een stichting op te richten. Waarin al die maatschappelijke initiatieven kunnen worden gebundeld.
dat missen we nu eigenlijk wel een beetje. Bovendien heeft de lagere school ook aangegeven, de basisschool aangegeven dat ze betrokken willen zijn, de school die ernaast ligt. Er waren ideeën om andere scholen erbij te betrekken waar meer deskundigheid is. Iemand gaf ook aan dat hij goed in staat is om hekwerk te repareren. En zo zijn er meer ideeën naar voren gebracht. En het aardige zou ze nu zijn om al die ideeën te bundelen, te kijken wat er mogelijk is en dan te kijken wat er nog nodig is vanuit de kant van de gemeente. Dan laat je ook zien als omgeving, als buurt, wat je kunt bijdragen en wat er eventueel door de gemeente nog aan moet worden toegevoegd. Wat is nu de vervolgstappen? De vervolgstap is dat mensen zich kunnen aanmelden bij die stichting. Daar komt ook publiciteit over. We hebben ook gevraagd om aan de mensen om hun naam en adres kenbaar te maken, dat we informatie kunnen doorgeven. Als we die ideeën hebben gebundeld, dan gaan we met elkaar in gesprek. Daar zullen we uiteraard ook de Prinsenstichting en de huidige vrijwilligers bij betrekken. Om te kijken wat is er nog nodig, wat hebben we al en waar zitten de lacunes. Om dan te kijken, kunnen we die vanuit de samenleving invullen of moet de gemeente daar toch een rol in spelen. Als dat duidelijk is en er moet wellicht toch geïnvesteerd worden, ben ik bereid om eerst naar het college, daarna naar de gemeenteraad te gaan om een aanvullende bedrag te vragen. Maar dan hebben we een plan gemaakt en dat lijkt me ook de goede volgorde. Eerst de maatschappelijke betrokkenheid en daarna de gemeente. Wat is een tijdsplan? Nou, daar hebben we nog niet zo over gesproken. Ik denk dat het ook niet zo van betekenis is om dat in weken te schetsen. Natuurlijk, we moeten wel verder, maar we staan niet onder grote tijdsdruk. Het is eerder iets dat je zorgvuldig moet doen in samenspraak met de mensen, om te zorgen dat er draagvlak voor is. En dan kunnen we denk ik de goede beslissingen nemen. Bedankt voor het gesprek. Graag gedaan.